Ik vind het zo mooi om heel subtiel de dingen te benaderen en soms ook heel hard. Het is zo moeilijk te zeggen. Alles gaat heel gevoelsmatig. Hè? Als ik een blauw heb, maar ik doe hier alles in de kamer blauw, dan wordt het echt een hele kille ruimte. Maar als ik er een geel tegenover zet, als accent, dan krijgt het ineens een harmonie en een bepaalde kracht, een uitstraling. En zo zoek ik telkens het relatieve tussen vorm, tussen licht-donker en warm-koel. Om daarmee te spelen, dat boeit me al jaren, ja.